Oké, okay, in deze video gaan we eens kijken naar een, uh, een Chinese lens en uh, op, op zich is dat zeker niets nieuws en dat is een, uh, een, een alternatief voor... vroeger had je vooral Nikon en Canon en dan had je al alternatieven, goedkopere alternatieven van Tamron en Sigma bijvoorbeeld. Die zijn al zodanig lang op de markt dat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat zowel uh, Sigma als Tamron ook al heel veel ervaring hebben. Zoals de Sigma Art t bijvoorbeeld. Daar heb ik zelf ervaring mee. En dat is echt een hele knappe lens. Dit is van Seven Artisans. Dat is iets wat ik zelf nog niet ken of nog geen ervaring mee had. Je hebt een aantal alternatieven. Dit is de 55-1.4. En dat is natuurlijk de uh, teenhanger van de 56-1.2 van uh, Fujifilm zelf. Dus dat is deze 56-1.2. En um, ja, van 1.4 naar 1.2 is geen volledige stop. Hein? Een volledige stop. Van 14 uh, kom je op 1 uit, dus uh, het is geen volledige stop dat je bent. Je hebt trouwens ook van 7artisans, uh, heb ik al gezien, een uh, 12 lens. Dat is, als ik het uh, goed onthouden heb, is dat een um, 35mm lens. Dus uh, er zit een kaartje bij in het Chinees. Daar valt weinig over, Allee, ik kan dat niet vertalen voor jullie. Voor de rest lijkt de verpakking sterk op de verpakking van de Fujifilm lenzen eigenlijk. Die komen ook allemaal in zo'n zwarte doos. En de lens zelf zit dan in moessen en een plastiekje zoals hier dus. Het is natuurlijk een uh, manuele focuslens, dus het is geen autofocuslens. Je moet rekenen, die Fujifilm lens kost uh, rond de 900 euro. Deze lens kost 150 euro. Ik zie hier al direct dat die lenskap... Het is een generieke lenskap en hij zit vanuit de doos al in de lens gedrukt eigenlijk. Maar dat is echt, als je op eBay een generieke lenskap bestelt, dan krijg je echt dit soort lenskap. En dat is een heel generiek iets. En dan heb je gewoon de juiste diameter nodig. Maar die werken wel goed verder. Het is een 49mm diameter, in de hier staan. Er staat een serienummer op en het merk. Voor de rest, de type lens staat daar. Ja. Dus een 55 Diafragma gaat dus van 1.4 naar, Ah, wat dan meteen opvalt, is dat het uh, geen kliks heeft, diafragma. Dus voor fotografie is dat vervelend dat je eigenlijk uh, geen klik krijgt als je diafragma verzet, dan weet je niet heel snel op welk diafragma dat je staat. Je moet je kijkt naar de lens gaan kijken. FX is trouwens ook een vreemde notatie. Je hebt volgens mij is het de X-mount van Fujifilm officieel. En FX is de. Nee, ja, full frame is fx van Nikon. Maar uh, verder heb ik geen idee wat de fx juist zou voorstaan. Maar dus eigenlijk is het een x-mount lens. We gaan die meteen eens proberen ook op mijn camera. Ik zou natuurlijk graag willen vergelijken wat dat uh, resultaten van die twee lenzen, wat dat, uh, wat dat oplevert in beeldkwaliteit tussen deze twee. Hè. Dus je ziet natuurlijk de... Um, de Fujifilm lens is groter en zwaarder, maar dat is natuurlijk omdat je aan de ene kant je hebt iets meer, uh, je hebt een grotere opening nodig hebt. Dus je hebt die 1.2 in plaats van 1.4 en je hebt ook nog het autofocus systeem. Dus uh, de Fujifilm lens is natuurlijk wel een autofocus lens. Voor de rest is ook de 7 um, Artisans lens is ook een uh, volledig metaal constructie. Dus qua degelijkheid lijkt het mij wel oké. Okay. Het zal vooral... Uh, ah ja, dus bij de Fujifilm zit ook een lenskap trouwens, wat dan niet bij de 7 Artisans zit. Dat is uh, spijtig dat het er niet bij zit, want een lenskap is wel... Uh, een zonnekap is wel heel belangrijk voor de kwaliteit van je foto's. En natuurlijk heb je hier wel zo'n klikkend uh, diafragma. Wat dat voor... Uh, en uh, trouwens, als je de zoom gebruikt, dan gaat je lens niet groter of kleiner worden. Terwijl hier bij deze heb je wel een klein verschil in de externe... Uh, of in die wijzing, dat is niet bij de Fujifilm lens. De Fujifilm lens uh, staat volledig intern scherp. Ik ga dat hier even met de X-T1 een paar foto's proberen nemen, zodat we kunnen uh, vergelijken wat de beeldkwaliteit toch wel het belangrijkste is. En ik zie niet direct iets, een aanduiding voor waar ik de lens... Ah toch, het is een witte stip in plaats van een rode stip. De Fujifilm lens zit een rode stip, hier het is een witte stip. Maar voor de rest is het compact. We gaan eens zien als we foto's maken wat er gebeurt. Ik ga je een paar foto's ook laten zien in de video dan kun je eigenlijk heel gemakkelijk gaan vergelijken wat dat oplevert. En ik kan eigenlijk al direct vertellen dat ik heel aangenaam verrast was. Er zijn een paar foto's bij die niet scherp waren, maar dat ligt puur aan, aan ik die dan op dat moment niet correct scherp gesteld heb. Natuurlijk in de, in de zoekers staat dus je kunt instellen bij Film wat X heeft de millimeter zal zijn die erin komt als er geen uh, uitgelezen kan worden van de lens en die heeft daar bij mij zijn staat op 50 millimeter en uh, in de zoeker zelf zie je f0 als diafragma en in de exif data staat er f1 als diafragma. Dat staat dus bij elk gekozen diafragma. Getal. Dus dat was de eerste foto die ik gemaakt heb. Je ziet um, nu op, um, op het scherm van de camera zelf in de zoeker: was dit haar scherp? Uh, als ik die foto vergroot heb op de computer, zag ik wel dat de scherpte niet helemaal exact was. Wat me wel opviel is dat de minimale scherpstaafstand ook een paar kleiner is dan die van um, de Fujifilm-lens. En dan heb ik mijn, mijn best gedaan om eigenlijk um, van een aantal foto's uh, ongeveer dezelfde foto te maken met uh, zowel de Fujifilm als met uh, de Seven Artisans lens. Dit bijvoorbeeld is gemaakt met de Seven Artisans lens. Ik heb hier opnieuw niet helemaal correct scherp gesteld. Het zit niet echt op haar ogen, de scherpstelling. Maar dan de tegenhanger van uh, Fujifilm is deze. En de belichtingstijd is dezelfde. Dus is, ja, ik heb trouwens de Fujifilm lens ook op uh, 1.4 gebruikt en niet op de volledige 1.2 opening puur omdat ik dan beter kan vergelijken tussen de twee, dus de het zou niet eerlijk zijn om de XT om, om de Fujifilm um, XF lens te gebruiken op 1.2, waar dat uh, de 7 artisans lens dat gewoon niet kan het uh, is dus met een 180 geloof ik van sluitertijd, maar het is dus dezelfde belichting, het lijkt erop dat deze een klein beetje meer, dus de Fujifilm laat precies een klein beetje meer licht binnen of het moet het kan zijn dat ik ondertussen wel ook Um, ...de, de, de diafragma-ringpro nog een klein beetje verzet heb op dit moment al, maar... ...omdat er dus geen klik in zit, kan ik dan moeilijk uh, zeggen. Maar je ziet dus, als je kijkt naar de onscherpte... ...dus typische lens ga je beoordelen op de scherpte, de onscherpte, uh, tegenlichten en dergelijke. meer de kleur, de um, contrast, want de contrast zit vrij goed. Die van de Fujifilm is net iets beter. En ook de scherpte van de Fujifilm is net iets beter, maar... Zeker als je bedenkt wat het prijsverschil is: 150 tegenover 900 euro, dan is het toch wel een ferme prestatie van uh, de 7 artisans lens. Uh, dit was een foto met tegenlicht gemaakt, dus hier opnieuw met uh, 50 mm. ik denk ook hier de scherpstelling wel goed heb. Ja. En dan zie je ook dat dat. Je uh, hebt geen uh, grove. Uh, uh, optische fouten ook bij zo'n tegenlicht, wat ook wel knap is voor die lens. En dan de X, uh, XF, 56 mm lens variant, die gaf dan uh, deze foto. Dus opnieuw, als je ze vergelijkt, zou ik. Ja, deze is net iets scherper, denk ik, maar, maar het is een minimaal verschil. En dan heb ik nog die laatste foto. Hier heb ik uh, van bovenaf gefotografeerd. Dus. Uh, dit is, um, ik denk dat deze foto wel goed laat zien uh, wat voor knappe beelden dat je kunt maken met die betaalbare 7 Artisans lens. Dus deze is um, opening 1.4, dus maximale opening. Toch een heel scherp beeld voor een maximale opening te zijn. Uh, 125-ste ISO 400 was het, denk ik. En uh, je ziet mooi op haar ogen scherp gesteld. Haar ogen staan er heel mooi op. En als we dan gaan kijken naar de... Fujifilm variant van deze foto. Het is niet helemaal dezelfde foto. Dan kom ik op deze uit. Opnieuw net iets scherper, net iets meer licht. Net iets meer contrast ook. Het, het, um, het roze van haar piano is meer roze. Terwijl op die andere foto ging het naar het paars toe. Her, haar huidskleur en zo is ook. Iets meer natureler. Uh, op de Seven Artisans versie is het net allemaal iets te, te roze en paarsachtig. Maar voor de rest, kijk, dat is ook nog met de Seven Artisans Lens dat is wel heel knappe dingen mee te doen. Natuurlijk, je hebt geen autofocus, dus je moet goed zelf opletten. Dat je op het juiste punt scherp staat, maar voor bepaalde vormen van fotografie, zoals bijvoorbeeld patetfotografie. Maar ook straatfotografie. Hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. En ik denk dat ik uh, ook wel een keer ga kijken naar uh, zo'n goedkope lens voor straatfotografie. Dus eerder een 23 of een 35 mm. Um, misschien een 35 mm 1.2 en anders zal ik een keer kijken wat er van uh, 2 of 2,8 lenzen bestaat. Hè. Dat was opnieuw met 7 um, Artisans Lens. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Maar in elk geval om af te ronden zeker aanraad.